Kijk jongens, wie er hierbij is. We hebben drie dienblaar bij ons. Ja, maar mag echt mooie toren van Aegis. Hey mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we wat leuks doen. Ik ga zo meteen twee pizza gratis bestellen. En natuurlijk ook een verrassing voor Anouk. En dan gaan we voor Anouk vanavond met oud avondeten. Lekker blij maken. En jullie kreeg ik dan ook te zien wat we gaan eten. Straks gaan we ook met de bus naar de stad. En dan gaan we iets uitproberen. Maar wat? We zien jullie zo. Zo mensen, ik ben nu namelijk lekker in de stad. Zal ik even kijken hier. Kijk, hier ben ik nou lekker in de stad uit een soort van weekmarkt. De Piazza. En natuurlijk de McDonald's. De McDonald's, dan gaan we nu ook naar binnen. En dan gaan we niet zomaar een minuutje bestellen. Nee, dan gaan we namelijk iets leuks bestellen. Dan gaan we zo meteen lekker bestellen en opeten. Top. Kijk jongens, wie er hierbij is. Ja. Ja, Anouk is hier ook weer bij. En samen gaan we naar de McDonald's binnen. Maar ik ga eerst naar de wc. Ja, ik ben ook naar huis geweest, maar ja. We gaan naar binnen. Ik heb maar één ding nooit opgevallen. Ook al heet de McDonald's al heel lang. Kijk, dit is een stoeltje. Dan is een stoeltje, dan is mijn voorgang met nieuw. Dit gaan wij even bestellen. Het is geen boekje. Maar dit kan bestellen en nog eens gezegd. Ja jongens, we zitten namelijk in de Mac. En we hebben drie dienblaar bij ons. Ja, maar mag ik echt wat vragen? Wat dit is? Want ik aan jij mag gewoon herhalen. Ja, is maar zo denk ik. Maar wij hebben twee kindermenu's. Zit ik dit allemaal in? Ja, maar weet je wat een shit is? Ik had geen patat erbij gedaan. En toch zit er nog een patat erbij. Ja, daar heb ik een klein foutje gemaakt. Daar zit ook nog twee speeltjes. Ja. Daar hebben we ook zitten met verhoogde je menu. Oh, iets lopen. Verhoogde je menu. Daar heb ik ook. Super lekker hoor. De verwachting is dit. Die zit er bij mij allemaal in. Ja, dan gaan we lekker even eten. Veel ijsjes. En van alles. De speeltjes laten we straks even zien. Hè. Ik ga nou lekker beginnen met de kindermenuutje. En dit zit erin. De mini friet en de hamburger. Jongens, ik heb nu alles op, maar ik zie nog iets. Ah, ik zie een keer dit. Een kaarspuitje of zo. Ja. Ja, ik heb er ook eentje gekregen. Ja. Nou, deze ga ik al sowieso mee naar huis nemen. En dan zet deze op. Zo jongens, daar is twee ijs van mij. Daar ga ik ook op eten. Hier is milkshake. En dit zit in het tweede pakket voor de volgingen. Dit is voor de volgingen. En dit die allemaal voor verzamelen zijn ook niet. En ik weet niet wat er in de andere kant zit. Wacht, kijk. Maar kijk, maar ik heb deze.
Het zijn nummers die je maar zo. Ja, we moeten niet op elkaar, hè. Zo leuk om bij elkaar te maken. Kijk jongens, de mooie toren van IJsjes. Ja, wat een mooie toren van IJsjes van onze pizza. Het is geen pizza. Pizza! Ook goed. En ik ga namelijk hier lekker smullen met friet. De Evandre Big Mac starter. En ook later deze. Maar ik ga eerst deze. Ja, ik maak heel eventjes in de doos. Ik ga me eerst dit opeten met mayonaise. Nou, ik heb de frietjes op. Deze doos leeg. Deze de Big Mac. Kijk. Heel veel schaal, maar ja. Anouk is namelijk heel erg benieuwd hiernaar. Van wat hier erin zit. Toch? Ja! We hebben dezelfde. Ik heb geen idee. Maar je moet eerst het ding open krijgen. Ja, moeilijk hè? Geen de avocado die dit is, maar goed. Ach, we wouden nog dezelfde ook. Zo. We wouden nog dezelfde ook. Ja, jongens. We hebben dezelfde. Ja, ik ben Dylan. De tweelingbroer van Anouk. Nee. Ja, maar hij kan ook nog los, hè? Ja. Hij kan ook nog los. Ik heb niet dubbel doorheen. Nee. Hij gaat snel door naar deze cola. En deze. Mac. Big Mac. Dus, best kijkers. We gaan snel door en opnikken. Het grootste deel hebben we opgeknikken. En dan gaan we lekker even over deze dingen opnikken. Dus tot zo buiten. Zo, wij zijn weer buiten. Ja, wij zitten aardappel vol. Ja, maar vanavond krijgt Anouk ook een verrassing van mij, hè? Oh, wat dan? Ja, dat zeg ik niet, hè? Kijk, thuis weet ik wel wat te krijgen. Oh. Ja. Zeg het even tegen me. Nee, dat gaat niet. Maar wij gaan nou naar een GEX winkel of zo. Seks, oh nee. Nee. Ja, maar zo zeg je dat toch? Gek. En dan moet ik ook even iets afgeven volgens mij. Ja. Nou, het is gefixt, hè? Het is geregeld. Ja, je hebt een spijtje. Weggebracht. En dan ga je iets laten zien, hè? Ja. Wat dan? Ik heb hier ontdekt in Eindhoven dat er een voetbal zit. Oké, ja, ik ben benieuwd. Nou, wij hebben namelijk even hier binnen gekeken. Daar kwam vandaan achter vandaan. Ja. Maar hier binnen is het. Ik heb binnen natuurlijk bewust niet gefilmd. Ja, omdat er best wel veel mensen waren. Ja, maar het zag er wel heel gezellig uit. Ja. Want ik kan het langs wel even voor internet afhalen. Misschien. Want in het midden, daar zit allemaal. Tafels. Ja, met tafels, die mensen aan tafel zitten. En dan buitenom. Dus aan de zijkant van de restaurants, daar zitten namelijk mensen die zitten te bakken en te kokerellen en weet je wel, keer daar eten gaan betalen. En gaan bestellen natuurlijk.
En je kunt dan aan tafel zitten of hoe dan ook. Dan gaan de mensen aan, ja, bij jou aan tafel serveren. Ja. Dus het ziet er best wel leuk uit, hè? Dus dan mag je samen dat ook eens eerst samen doen? Ja, een keertje. Ja. Ja. Dus het ziet er wel leuk uit, ja. Zo jongens, ja, we zijn namelijk bij mijn thuis nu. Ja. We zijn namelijk vanuit die voethal naar de Intertoys gelopen. Ja, en toen hebben we een beetje, zeg maar, wel een Lego van bloemen en alles die je nog meer hebt. Zoals eentje die daar staat. Ja. En toen kwamen we ook even puzzels tegen. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik weet niet of jullie een paar jaar geleden ook al gezien hebben. Kijk, deze puzzels ben ik aan het maken. Van de Fata Morgana. En nu heb ik namelijk deze puzzel gekocht. Ja, van 500 stukjes. Van 500 stukjes. Die puzzel 1000 stukjes. En deze is 500 stukjes. Is een klaslokaal. Ja. Zijn ze op zoek naar een muis. Hier is die muis. Ah ja. Nou, ziet er mooi uit, hè? Ja, maar dan is er een vraag. Zou je al die 500 puzzels verzamelen? Zeg maar, net als er. Ja, tuurlijk. Ik ga wel verzamelen. Ja, hij is wel leuk. Ja. Ja, toch? Ja, zeker. Maar ik zou ook over puzzel van 1000 stukjes, weet je. Ja, maar ik zou niet al die puzzels hebben, want dan heb je echt een enorme ras nodig. Ja, oké. Okay. Maar komt wel goed, toch? Nee, maar die van 500 die zijn meestal wel heel erg leuk. Zijn maar niet al te groot. Nee. 1000. Dan ben ik eigenlijk de helft van 1000, hè? Ja. Ja. Dus ja. Ik wil namelijk sowieso nou zeggen van ja, ik ga nou ook lekker editen. Anouk gaat ondertussen dan puzzelen alvast. Ja. En zo gaan we een beetje rustig dagje verder houden. En vanavond is onze knoping van wie is de mol. Laat even weten in de reacties. Als jullie natuurlijk dit seizoen gevolgd hebben. Heb jij denkt dat de mol is? Ik denk dat ze Anna het is. En wie denkt jij dat het is? Maakt mij niet uit, want ik kijk op Kees. Ja, maar hij is eruit. Maar ik doe maar voor Kees spek en bonen mee. of voor Whitney bonen. Gek. Nee, maar jongens, vond je het leuk? Vergeet je niet te liken en te abonneren. Wat ben jij aan het doen? Ja, nee, ik doe jou na. Je bent toch een kleine boodschap? Nee, die is zo. Hoe doe je een kleine boodschap? Zo. Goed, ik zou zeggen, vergeet je niet te liken en te abonneren. Was ik eerder ook helemaal stuk? Nee hoor. We gaan maar door. Ja. Abonneer, like en belletje dan zetten. En dan zien we jullie morgen met de allereerste stream bij het nieuwe seizoen van Fortnite. Ik heb vandaag al wel gekeken of je het doet. Dus vandaag is online gekomen. Morgen ga ik zelf spelen. En ja, komt helemaal goed. Ja. Toch? Ja.